Van harte welkom bij de reportage van het 54ste Fruitcorso in Tiel. Deze editie staat bol van de vernieuwingen. De belangrijkste is natuurlijk de verandering van het parcours. Deze ligt dit jaar dichter bij de binnenstad. Daarnaast is natuurlijk afscheid genomen van de tweede zaterdag in september. Voortaan zal het Fruitcorso gehouden worden op de derde zaterdag van september, een week na Appelpop. Het Fruitcorso is een uniek evenement door de originaliteit en creativiteit die de ontwerpen uitstralen. Ieder jaar slagen de vele vrijwilligers er weer in de wagens nog mooier en spectaculairder te maken, mede dankzij de technische hoogstandjes en de creatieve ontwerpen. Traditioneel als eerste in de stoet ziet u nu Maaike en Kriekske, de ereburgers van Tiel. Ze zijn geboren in 1938 ter gelegenheid van het trouwfeest van prinses Juliana en prins Bernhard. Sinds 1984 zijn de figuren geadopteerd door JCI de Betouwers. Deze club van jonge ondernemende mensen hebben als doel zich persoonlijk te ontwikkelen door zich in te zetten voor hun omgeving. Als jaarlijkse traditie verzorgen nieuwe leden de aanwezigheid van Maaike en Kriekske op het Fruitcorso. Het spits van het corso wordt afgebeten door de praalwagen van Neerijnen. En die heet Movement. Een wagen met opengewerkte pelikanen en ringen van water in een bijzonder open compositie. De wagen is ontworpen door Henk de Bo. Zie je het water als het ware stijgen? De flesje van die roze komt bij water op de baan. De achterste is geheel onder water en langzaam op zo'n inzet boven dek. Ook dit jaar is het ontwerp van de grote wagen van Zoelen van de hand van Machiel Becker, Bertus van Dijk en Alfred de Jong. Zij hopen met het verrassende ontwerp Demonia hoge ogen te gooien bij zowel de jury als het publiek. Wagen van Zoelen nu aandacht voor de jeugdwagen uit hetzelfde dorp. Vele kinderen hebben meegewerkt aan deze wagen die bedacht is door Luc van Hemert en Jannie Dion. En ik ben hier samen met mijn Dino. Ze gebruiken mij om te klimmen en om te glijden en ook om te schommelen. Vinden jullie dit ook zo leuk? Ook de volgende wagen is gemaakt door jonge mensen. Je ziet nu de jeugdwagen van Buurmalse Tricht en heet Betuwse Beesterboel. Van Richard Oudenaar, Mercedes-Benz A5A1G. Gevolgd door Hoofd-14D, de Passelaar. Nu de winnaars van vorig jaar in deze reportage van het 54ste Fruitcorso. De jeugdwagen van Passewaai en die heet Hooggeëerd Publiek. De jeugdige ontwerper Sven van Wijk heeft een aantrekkelijk en ambitieus ontwerp ervan gemaakt. Alhoewel de club pas enkele jaren meedoet, doet de vereniging ook dit jaar weer een serieuze poging om er met de hoofdprijs van door te gaan. Maakt het kindercorso alweer voor de 14e keer deel uit van het Fruitcorso. Het is ondertussen niet meer weg te denken tussen de grote en de jeugdwagens, de versierde fietsen, bolderkarren, steps of skelters van de kinderen. We hebben er allemaal wel eens mee te maken. Handjesgedrag. Een gedrag wat zowel bij de dieren als onder mensen voorkomt. Wat er met dit gedrag bereikt wil worden is macht. De boodschap van deze wagen is, door samen en vooral met respect met elkaar te werken, zul je het einddoel goed en gemoedelijk bereiken. Dat is de boodschap die bedacht is door Ria van Blijderveen en zij is ook de ontwerper van deze wagen. Herken je het gênante gevoel? Het gordijn van je paskamer schuift open. En dat terwijl je juist iets aan het doen was wat de buitenwereld eigenlijk niet mocht zien. Tim van Dulmen werd hierdoor geïnspireerd en maakte samen met de bouwers van Maurik de wagen ongepast.
Hoe zullen de dieren er over 5 miljoen jaar uitzien als de natuur gaat veranderen? Geïnspireerd door deze wezens creëerden de ontwerpers van de Corso Club Echtelt de onvoorstelbare dieren van de toekomst, Cryptiel. Het ontwerp is van Henko van Doorn en Theresa van Lavieren. Van Hunnik Auto Roep een C4 Cactus. André Te Bocht heeft ook dit jaar weer een bijzonder ontwerp gemaakt. De winnaars van vorig jaar doen ook dit jaar weer een gooi naar het predicaat lof van de jury. Dit is de grote wagen van Tiel. Big Brother is watching you. Dan nu weer aandacht voor het kindercorso. De woensdag voorafgaand aan het fruitcorso komen de kinderen na schooltijd met hun ouders naar de grote hal aan de Papensteeg, waar de creaties verder worden versierd met verse groenten en fruit. Ze maken ze compleet zelf. Ze tonen al fietsend of lopend hun creaties met grote trots aan het publiek. Zoals u nu kunt zien. De blikvangers, dicht langs de weg, trekken de aandacht en nodigen mensen uit hun afval te deponeren in de aantrekkelijke moderne opvangmogelijkheden. Deze speelse manier van zwerfvuil verzamelen, wat ook nog eens goed is voor het milieu, heeft de aandacht getrokken om hier een ontwerp van te maken. En dit werd gedaan door John en Tamara van Beem. Hier is de jeugdwagen van Tiel en die heet Blikvanger. Dan nu weer een jeugdwagen in deze reportage van het fruitcorso in Tiel. Hier is de jeugdwagen van Culemborg en die heet Fruitfluiters. De Corso-vereniging van het jaar, Corso Club Culemborg, heeft dit jaar een bijzondere wagen. Namelijk waterspuwers. En die naam dragen ze met ere. Het ontwerp is gemaakt door Pieter Meeuwissen en Dick Kusters. De volgende wagen die we zien is de grote wagen van Lien de Ommeren en die heet Schijkers. Met schijkers worden ganzen bedoeld. Zij zijn van oudsher de bewakers van het boerenerf. Reden voor de ontwerpers van deze corsowagen Lien de Ommeren om de wagen te maken. Buren zorgt al jarenlang voor een hoog niveau in het fruitcorso. Ook dit jaar weer. Hier is de grote wagen van Buren en die heet Springbok. Naar het ontwerp van Dennis Voorrent en Jochem Schoots. Hoogmoedig en met opgestoken veren pronkt nu Avezaats Trots. Dit is de grote wagen van Kerk Avezaat, Avezaats Trots. Naar een ontwerp van Corlien Peters en Wim Jansen. We'll be right back.
Jos Kessels ontwierp de grote wagen van Brugge. En die ziet u nu in deze reportage. Op zijn gemak, zo heet de jeugdwagen van Drumpt. Naar een ontwerp van Maxime van Rijn, Selina van Nimwegen en Kim Riemmeijer. Lieve kinderen, is er in Drumpt hard gewerkt om vrolijke modellen te creëren. Shirley van der Horst en Daniek van Soelen maakten Monkey Paradise. Dit is de jeugdwagen van Geldermalsen. En naar de jeugdwagen van Geldermalsen ziet u nu de grote wagen van Geldermalsen in deze reportage van het 54ste Fruitcaso in Tiel. Hier is Bion Logisch. Ik heb van Geldermalsen auto een hele verzameling zaden op maat. Ze zitten op 280 verschillende soorten nu. Dit jaar moest op zoek gegaan worden naar rode zaden en dat was niet zo makkelijk. Maar dankzij zoektochten bij onder andere Toko's en de Zwarte Markt is het toch gelukt. U had loods voor Koersenburg Geldermalsen met... Lantaarnpaal of poot, pijl of kop, graffiti of flamingo, street art is een kunstvorm waarbij de kunstenaar op straat een illusie weet te creëren. Het ontwerp is van het ontwerperscollectief Maas en Waal naar het idee van Paul Zwaan. Hier is street art, de grote wagen van Maas en Waal. Tot zover deze reportage van het 54ste Fruitcorso in Tiel. Wilt u deze reportage nog eens een keer terugzien? Dan kan dat via internet www.stadstvtiel.nl of raadpleeg de Stadstv-app.